Maar langs de andere kant, wacht. Wie? Bonifacio. Chelsea met hun vele goals die ze maken dit jaar. Niet Victor Orban, hè. Ik weet het. Okay. Ik moet ineens denken aan RK Beveren in de jaren 80. Nederland. Er gaat een Belgische club een Europese finale spelen. Oké. Okay. Ja, ik ga wachten tot jij gezet hebt en dan ga ik tegenovergestelde zetten. Zo zit dat hier, oké. Okay. Oké, ja, begin maar. Ja. Eens. Oneens. Ja, ik ben oneens, maar jij bent het eens. Oneens is begonnen. Vertel. Ik denk dat dat net te hoog gegrepen is. Ja, ze zitten bij de laatste, ze zitten twee ploegen bij de laatste acht in de Conference League, Union in de Europa League. Maar als je zeker in de Europa League bijvoorbeeld kijkt, wat daar nog rondloopt van teams, het kan, hè. Het is een sprookje wat Union aan het doen is, maar ik denk dat dat net iets te hoog gegrepen is. In de Conference League... Ik ben het eens, hè. Over de Europa League ben ik het eens. En in de Conference League, ik ben nog niet overtuigd genoeg geweest van wat ik gezien heb. Ja, ze staan bij de laatste acht, maar van het voetbal dat ik gezien heb... Van de Belgische clubs ben ik nog niet overtuigd genoeg geweest om te zeggen finale. Halve finale, dat is nog iets anders. Maar echte finale, daar geloof ik niet in. Ik heb de clubs eens bekeken. Europa League, daar zijn we het over eens. Er zijn een paar, denk ik, te grote clubs op dat Union het zou kunnen halen. Ik denk dat de mogelijkheid bestaat dat ze Leverkusen nog overleefden. Uh-huh. Omdat ze Union Berlin ook hebben overleefd. Dus dat lijkt me dan een mogelijkheid. Alhoewel dat Leverkusen wel in vorm is. Maar dan, Europees stelt dat eigenlijk niet. Maar Conference League, ik ben verrast geweest door die twee resultaten van Gent tegen Istanbul, Başakşehir. Ja. Vooral uit dan, thuis, 1-1, dat is de logica zelf. Maar vooral van Anderlecht. Het feit dat ze thuis tegen Villarreal zo sterk waren en dat ze dan nog uit het hebben kunnen rechthouden, oké, met een goede doelman, maar dan nog... Dat geeft zoveel vertrouwen dat ze nu niet met heel veel, angst in de broek naar AZ moeten trekken. Nee, maar daarna is er nog een halve finale ook. Hè? Ja, maar die andere tegenstanders zijn of Lech Poznan en Fiorentina. En de winnaar daarvan is ook geen onhoudbare barrière voor geen van beide. Misschien zit in mijn hoofd nog te hard. Belgische ploeg, Europese finale. Nee, dat gaat niet met. Nee. Ja. Dat is van voor mijn tijd dat zo'n dingen gebeurden. Hè. Dus misschien dat dat gewoon een idee fictie is in mijn hoofd dat het er niet zit. Ik zeg ook niet helemaal oneens. Ik zet het op oneens. Maar ja, ik snap wat je wil zeggen over de Conference League. Daar is de concurrentie is nu ook niet zo om over naar huis te schrijven. Fiorentina is ook niet de Fiorentina dat het was bij Batistuta vroeger. Dat is niet meer die ploeg. Lijkt me niet. Dus dat niveau is anders. En toch is er iets in mij dat zegt, man, nee, dat gaat toch geen Belgische ploeg de finale halen. Ik vind dat er af en toe eens een klein beetje chauvinisme in mag zitten. En ik vind dat je af en toe eens mag zeggen van Belgische ploegen, ze hebben het al boven hun stand gedaan. Gezien ook die Europese coëfficiënt. Ze doen het geweldig goed. Dus waarom niet is Conference League, daarom is hem gecreëerd. Hè? Voor landen als België. Hè? Ik hoop dat jij gelijk hebt. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Ik hoop dat jij gelijk hebt en ik compleet fout ben. Hè? Nou, dat gaat gebeuren ook. Opnieuw. Anderlecht moet de Conference League winnen om een succesvol seizoen te hebben. Ik ga schuiven naar helemaal eens. Maar helemaal eens. Ik ga schuiven naar helemaal eens. Ik mag ook die witte lijn pakken, hè? Tussen eens en oneens. Oh! Ja, ben ik zo'n zielige mens die niet durft beslissen? Blijkbaar. Zeg jij maar eerst waarom jij het op helemaal eens hebt gezet. Ik vind dat je eerst moet zetten en dan zal ik uitleg geven. Ja, maar ik heb hem gezet. Ik zet hem echt op de lijn. Dat mag. Dat mag, hè. Je mag onbeslist zijn. Je mag niet heel, geen ik ben het niet helemaal eens en ook niet helemaal oneens. Dat is ook een mening, hè. Nee, je hebt geen mening. Ik heb... En dat is nog erger dan een slechte mening. Kijk, mijn mening is, ergens zeg ik ja, omdat het seizoen zo erbarmelijk is geweest. Maar langs de andere kant, wacht, als ze de halve finale zouden halen en ze spelen daar twee goede matchen en ze gaan er eervol uit en je gaat eruit tegen een ploeg die effectief twee matchen gewoon beter gespeeld heeft, dan is hun seizoen daardoor al eigenlijk een beetje gered, vind ik. In Europa. Okay. Als je de laatste vier komt in de Europese competitie, oké, het is maar de Conference League, I know, maar die trofee moeten winnen om het een succes te maken? Nee. De finale halen bijvoorbeeld alleen al, zou het ook een succes maken, zonder dat ze die trofee omhoog steken. Ik sta hier
omdat ik ben van de... Ik ben ietsje ouder als jij. De mensen zien dat bijna niet, maar ik ben ietsje ouder als jij. Ik heb nog Anderlecht in finales meegemaakt, Europees. Anderlecht is een instituut. Klopt. In het Belgische voetbal. Het feit dat je moet knokken om in play-off 2 of de Europe play-offs te geraken, ik vind dat zwaar onder de stand van een club als Anderlecht. Dus qua competitie is al sowieso een flauw, een slecht, een mislukt seizoen. Beker, nee. Uh-huh. Dus mislukt. Dus dan schiet er maar één ding meer over voor uw drie objectieven. En dat is Europees. Europees, de Conference League halen, finale halen, sorry, is oké. Dat gomt de rest een klein beetje uit. Maar ik vind een ploeg als Anderlecht, of een club als Anderlecht, is sowieso mislukt, tenzij ze die troostprijs pakken. En die troostprijs is de Conference League. Maar je hebt het over het instituut Anderlecht, dan ben ik het helemaal mee eens. En dan is het ongelooflijk teleurstellend wat ze laten zien. Maar je moet ook wel de situatie gewoon inzien zoals die is. De realiteit is dat er gewoon nu minder mogelijkheden zijn dan er zoveel jaren geweest zijn. Dat ze daar... Dat is gewoon de realiteit toch, Tim? Ja, maar je kan dan, dan leg je de lat gewoon lager voor absoluut. Een club als Anderlecht. Ja, en dat is, om te beginnen. Ja, en dat is misschien fout, want als je kijkt naar het historische aspect van Anderlecht, naar het instituut dat het is, naar de club die het is, naar de geschiedenis van die ploeg, van die club, dan mag je dat niet doen. Maar de realiteit is wel wat ze is. En dat is heel moeilijk om te aanvaarden voor ons ook, als liefhebbers van Belgisch voetbal. Dan is dat heel moeilijk om te aanvaarden, want Anderlecht hoort daarbij. Dat is een topclub gewoon in naam. Anderlecht maar moet het is, daar altijd dit, staan. Maar dit jaar is het nu eenmaal geen topclub gewoon. Op het veld is dat heel duidelijk. Het is niet meer Anderlecht, hè. Ja, maar dan is de realiteit dus eigenlijk dat het altijd een mislukt seizoen is. Want ze zijn zo hard naar beneden gezakt dat jij al vindt dat een klein Europees succes alles uitgomt wat de rest betreft. Het komt niet alles uit, maar het gaat over dit jaar, hè. Ik weet niet, ja... Ik denk een Europees finale, dat zou dat al halen. Dat is voor mij evenveel waard als die prijs ook effectief winnen. Dit jaar. Het gaat echt puur over dit seizoen. Hè? Het gaat niet over Anderlecht in zijn geheel. Over dit jaar gaat het. Dan is die finale halen, als ze dat zouden kunnen doen, is het in mijn ogen evenveel waard. Dan moet je tas wel daar zetten, hè. Nee, want ik ergens... Nee, Tim, ik blijf op de lijn, oké? Okay? Ik blijf twijfelen. Union zou van de Europa League hun prioriteit moeten maken. Vind ik een hele moeilijke, eigenlijk. Vind ik een hele moeilijke. Bam. Ik ben het eens met jou, Tim. Ik ben het oneens met de stelling. Oh, ja. Ja, ik ook. Ik zou niet weten waarom waarom de Belgische competitie geen prioriteit meer moet zijn. Zeker na het jaar dat ze daar al gehad hebben en na vorig jaar vice-kampioen worden, zou ik niet weten waarom ze daar zouden moeten opgeven. Volledig. Ik was nog aan het neigen om nog verder te zetten, maar... Ja, fijn. We zijn hier. Dat mag niet van de tafel vallen, ook niet. Nee, het is zoals eindelijk zijn we het eens eens. Vind ik wel eigenlijk wel tof. Maar die leven nu eens boven hun stand, om het zo te zeggen. Al twee jaar aan een stuk. En vergeet niet, 2 jaar geleden stonden die in tweede klasse. En ik vind dat een onvoorstelbare prestatie. En als zij meedoen voor de titel, dat is zo uniek. Ik vind dat je dat moet prioriteit maken als club. Ik zou het niet weten en waarom alles, ze... Alles Europees is bonus. Ja, ik zou het niet weten waarom ze niet meer voor de titel zouden kunnen gaan. We hebben het play-off systeem in België. Dat zorgt ervoor dat die spanning daar sneller weer inkomt. En Racing Genk is de laatste anderhalve maand. Niet met het Racing Genk van daarvoor. Ze hebben laten natuurlijk goede dingen zien, maar ze hebben een paar steken laten vallen. Dus dat betekent, je houdt ook in je achterhoofd, okay, de play-offs komen er dan aan. Dan is het moment eigenlijk dat je moet pieken. Wie weet, wat kunnen we daar rapen? Ik zou niet weten waarom ze dan alleen maar naar die Europa League moeten kijken. En een titel, dat is ook... Ja, dat gaat blijven hangen. Dat gaat echt blijven hangen, ja, inderdaad. Ik denk het ook. Nu... We praten nog altijd over de titel van Lierse in 97. Dat is nog altijd iets waar... Hoeveel jaar later? 26 jaar later, waar nog altijd over gepraat wordt. Dat was eigenlijk wel echt zo uniek, zo speciaal. Een ploeg die in het twee jaar nadat het uit tweede klasse is gestegen, de titel pakt. Het jaar nadat het vice-kampioen is geworden. Met een nieuwe trainer en wat daar gebeurd is met Matsu afgelopen zomer. Nee, dat mag je nooit zomaar opgeven. Ik vind trouwens... Wat er ook gebeurt, is het al een goed seizoen geweest voor Union. En als ze nu
realistisch zijn, en je moet een beetje realistisch zijn, de kans dat ze de titel pakken, is volgens mij eindeloos groter dan de kans dat ze de Europa League winnen. Dus de prioriteiten, wat dat betreft, vind ik, als je realistisch bent, dan zeg je, kom op jongens, tegen Genk, tegen Antwerp en tegen Gent op dit moment, de kansen liggen daar wel beter dan als je vergelijkt met de ploegen die er nog in zitten in de Europa League. Ja, dat gaat dan, neem ik aan, Man United bijvoorbeeld zijn. Of Sevilla, die elk jaar de Europa League winnen. Of het scheelt wat. Juventus, Sporting Lissabon, dat zijn allemaal kleppers. Wat je daar ook haalt, is bonus. En toch denk ik dat ze daar niet kansloos zijn. Hè? Ook al zijn het grotere namen en is de Europa League is het moeilijker, denk ik, ik durf Union niet afschrijven dan wat ik dit seizoen al gezien heb. Nooit. No way. Dat is zo indrukwekkend wat die gedaan hebben en die spelen met zoveel vertrouwen. En in de Europa League, dat gevoel heb ik wel, hebben ze nog een tikkeltje meer vertrouwen. Ja, en ze hebben ook niks stijl. Niemand kent hem. Ze hebben ook niks te verliezen. Mensen die uit Duitsland komen, het lijkt wel alsof dat die... Oei, wie is dat? Teddy Thuma. Oei, die kan... Oei, La Poussin. Oei, die kan voetballen. Maar dat is ook zo, hè? Dus, voor sommige andere ploegen, of sommige buitenlandse ploegen. Maar het is geen prioriteit. Het is bonus. Dus vandaar... Helemaal mee eens. Daar. Ja. Oneens met de stelling. Right. Gent haalt zowel play-off 1 als de volgende ronde. Ik blijf staan. Ik blijf op oneens staan. Ja, dat kan niet. We hebben twee keer hetzelfde. Dus. Ik ga naar daar. Ja, zeg maar, waarom ben jij het wel eens met de stelling? Omdat ik op dit moment vind dat de positieve flow is daar enorm. Ik denk dat ze offensief nu ook, wat soms het manco was, volgens hen, het afwerken van kansen, hebben ze nu met Orban en Kuipers en Tissot Dali die terugkomt, hebben ze zoveel wapens. Ik zie ze niet meer zoveel punten verliezen dat ze nog uit play-off 1 vallen, om te beginnen. Sorry, de championship. Zeg gewoon play-off 1 of play-off 2, dat is gemakkelijker. Play-offs 1. Play-offs 1. Frankie Durie er eens bij te halen. Maar het is zo dat West Ham is een gigantisch zware tegenstander. Doffies. Maar ik blijf erbij dat West Ham zich zo hard gaat concentreren op het lange verblijf in de Premier League, dat zij die Conference League gaan, niet met hun allerbeste team gaan afwerken. Wel. En zeker omdat het kwartfinale is. Want nu zijn de wedstrijden zo dicht op elkaar, dat ik denk dat hij heel veel gaat roteren. En dan heeft Gent een kans. Dat is en waar. Dat is meer dan dat ik ervoor had durven dromen. Stel dat West Ham op dit moment zevende of achtste staat, dan denk ik dat Gent kansloos is. Maar vermits de situatie nu helemaal anders is, denk ik dat ze een kans hebben. En ik denk dat ze play-off 1 gaan halen. Vandaar dat ik hier start. West Ham is een gigantische teleurstelling in de Premier League dit jaar. Daar zijn we het over eens, denk ik. Hè? Nou, wat ze hebben laten zien de afgelopen jaren, is wat dit seizoen gebeurd is. Een schande is misschien een te groot woord, maar dat komt wel in de buurt voor het team, voor de club die het geworden was. Zo'n ploeg die altijd in de top 8 in de Premier League moet staan, dit seizoen. Met de middelen die ze daar hebben, met de kern die er ook was, is dit echt een slecht seizoen. En we hadden het daar net over Anderlecht, moeten zij de beker winnen om van hun seizoen een succes te maken. Bij West Ham is dat bij mij helemaal het geval. Zij hebben die trofee nodig om te laten zien, we hebben toch nog wel iets laten zien dit jaar. Ze moeten erin blijven, dat is prioriteit nummer 1. Laat dat duidelijk zijn. Dat is maar al te logisch, ze moeten in de Premier League blijven. Maar gewoon erin blijven en dan eruit gaan in de kwartfinale van de Conference League, dat is niet genoeg voor die club. Dus ik denk dat die kwartfinale van de Conference League een grotere prioriteit gaat zijn dan jij denkt. Oké, jij bent David Moyes. Wow, graag. Niet echt, maar jij bent David Moyes. Ja. Stel jij in de weken dat je nu... Want ze hebben ook nog midweek. Ze spelen straks tegen Newcastle. Of wanneer dat ook uitgezonden wordt. Ze spelen tegen Newcastle. Dan spelen ze tegen... In het komend weekend spelen ze nog eens. Dan spelen ze tegen Gent. Tegen Arsenal spelen ze ook nog eens. Ja. Dan nog eens tegen Gent. Denk je dat Moyes gaat zeggen... Jij bent Moyes, hè? Ja. Ik stel elke keer mijn beste ploeg op. Durf ik een nederlaag incalculeren. Maar met zijn beste ploeg, of niet? Nee, niet met zijn beste ploeg dan. En dan
Dus jij denkt dat dan drie punten gaat opgeven? Je vraagt wat ik zou doen, hè? Nee, zou durven. David Moyes. Ja, wel, ja. Dus wat ik zou doen in dat geval tegen de leider is een nederlaag waarschijnlijker, zeker hoe die gewoon spelen, dan tegen andere ploegen. En die Europa League, het is ook nog altijd heen en terug, hè? Dus je kan ook een situatie nog rechtzetten met je beste ploeg. En de kwaliteit die West Ham heeft, ik denk dat zelfs alle Gent-supporters het daarover eens zijn, die is nu eenmaal groter bij West Ham. Uiteraard. Dat is logisch. Ook budget voor voilà, kapitaalkrachtige alleen al, dat is heel simpel. Dus ik denk dat dat wel belangrijker is dan dat wij denken, ook al is het maar de Conference League. Ik zie hem tegen Gent, zeker de terugmatch wel, met zijn volledige A-ploeg spelen, echt op volle sterkte gaan om naar die laatste vier te gaan, om toch iets te kunnen laten zien aan de supporters. We hebben iets bereikt dit jaar. We hebben niet gewoon... Het behoud is er. Als dat het enige is wat je kan laten zien, als je West Ham bent aan je supporters, zeker aan die supporters, dan is het echt wel heel mager, hè? En heel zielig. Ik denk niet dat dat genoeg is voor David Moyes en ook voor het bestuur van West Ham. Ik geloof nooit dat dat genoeg is. Maar niet vergeten dat het spel van West Ham is ook niet zo briljant. Nee, helemaal niet zelfs. Zelfs met de beste ploeg. Misschien ga ik er, misschien ze denk toch ik nog beter moeten voetballen dan maar ze de afgelopen maanden. Misschien denk ik gewoon nog te veel na in functie van de kwaliteiten van die spelers. Dat ik denk wat daaruit moet komen. Niet wat daar effectief uitkomt. En geloof ik nog te veel in, als het echt moet, dan zal het er ook wel uitkomen. En dat is misschien heel naïef van mij. Waarschijnlijk is het heel naïef van mij. En ook een nederlaag incalculeren zoals tegen Arsenal. Misschien denk ik dan te veel in Amerikaanse sporttermen, waar ze dat effectief durven doen tegen een topploeg. Van, okay, die match die laten we vallen voor andere wedstrijden, om daar meer op te focussen. Burnley heeft daar een tijdje gedaan. Die gingen naar Man City en die wisten toch, we gaan 5-0 verliezen. Maar waarom niet? Opzetten. Waarom niet als je nog een ander doel hebt? Ah. Waarom zou je het dan niet doen? Ik denk dat dat niet onverstandig zou zijn van Moyes. Maar dus... de reden dat ik geen voetbalspeler ben, natuurlijk. Daarom ben jij niet David Moyes. Er zijn genoeg andere redenen ook, maar dat is er één van. Maar ze halen wel play-off 1. Gent haalt wel play-off 1, denk ik. Okay, dus dat is... Dat wel. De helft juist en de helft... De helft juist. Ik denk wel, wat je zegt, dat trio vooraan, Tissou Dali terugkomt, dat is niet alleen op het veld. Een gigantische boost. Hè. Ook mentaal. Zien dat die gast terugkomt, die gaan met zoveel goesting willen spelen de komende weken. Dat helpt ook voor de rest van de ploeg. Hè. Als je ziet dat daar een gast aankomt die in principe uw beste speler is. Jawel. Of één... Allee, vorig seizoen. Ja, voor zijn blessure. Ja. En waar je ook al van gezegd hebt, deze in de Conference League onder andere, deze overwinning was voor Tissou Dali. Dus tekenend hoe belangrijk die ook is in de kleedkamer, hoe belangrijk hij van Hazenbroek dat ook vindt om dat te gebruiken binnen de spelersgroep. Maar heel logisch. Psychologie, hè? Heel logisch. Ik denk dat dat echt ook mentaal een enorme meerwaarde gaat zijn. En ik zie ze ook niet meer uit de Champions playoffs vallen. Ik zeg toch gewoon playoff 1 of playoff 2. Jij? Veel gemakkelijker, hè? David Moyes kent dat niet. Nee, ik kent dat inderdaad niet. Boniface wordt nog topschutter in de Europa League. Wie? Boniface. Boniface wordt topschutter in de Europa League. Dat is een hele moeilijke. Een hele moeilijke. Ja, zal topschutter worden in zo'n Europese competitie. Dan moet je geluk hebben. Kom. Ik wil het ook gewoon. Oh, fuck that. Jij gaat echt gewoon altijd het tegenovergestelde van mij pakken. Het is ook een beetje omdat ik het gewoon die mensen en die club zo hard gun. Aha. Die gunfactor is zo gigantisch, dus ik wil gewoon dat hij een topschutter nog wordt. Okay. En ik zie ze deze ronde tegen Leverkusen ook nog wel overleven. En ze gaan die nooit overleven als Boniface niet minstens één keer scoort. Jawel, die anderen kunnen ook scoren. Die kunnen ook scoren, ik weet het, Tim, maar dat is Mr. Europe ook van Union dit seizoen. Hè? Het zou kunnen. Ja. Het zou kunnen. Dat is echt de grootste dooddoener ooit in discussies, hè. Het zou kunnen. Goed, maar jij zegt dus oneens. Ja, ik ben het oneens. Waarom? Omdat ik niet denk dat dat gaat gebeuren. Meer is daar niet aan. Het is niet onderlegd, het is gewoon een gevoel. Ja. Goeie discussie, dit. Goeie discussie. Ik hoop van wel, dus ik zet het op eens. Een supergoeie spits. Maar ik denk niet dat... Ik denk dat hier het verhaaltje stilaan eindigt. Heb dus je gaat Leverkusen nog pakken en dan... Maar heb je dat dan niet een paar keer gedacht? Hier gaat het wel eindigen over Union in Europa? Ah, nee, want ik denk dat ze tegen Leverkusen nog een kans maken. Wat? Ik denk dat ze daarna...
Het is toch ook altijd Boniface die nog meer boven zichzelf uitstijgt in Europa. Die altijd nog beter speelt en bepaalde dingen laat zien die je niet verwacht had gewoon. Dan wil je nu dat ik mijn tas terug naar daar zet en zeg, ja, je hebt gelijk. Probeer je te overtuigen. Ja, nee, dus... ik moet geen gelijk hebben. De stelling heeft gelijk dan. Hè? De stelling heeft geen gelijk. De stelling heeft geen gelijk. Oké, okay. Ik vind het jammer dat je zo negatief bent. Wat negatief? Ik weet niet, je hebt dat dan bij sommige spelers, hè, dat die in een bepaalde competitie dan nog altijd dat tikkeltje meer kunnen. En Boniface heeft dat in de Europa League. Daar is hij altijd nog een fractie beter dan hij gewoonlijk is. En dat is ook een bepaalde mindset volgens mij, waar dat je mee naar een match toe leeft en waar dat je mee aan een wedstrijd begint. En ik heb het gevoel dat die mensen in elke Europa League match heeft, dat die op het veld opstapt, vandaag ga ik minstens één keer scoren. Ja, maar ik kan u wel begrijpen, maar als jij zegt Lewandowski wordt Champions League topschutter en ik zeg ik ben het oneens, want ik denk dat het Benzema gaat worden, wat zou je dan zeggen? Ja, Lewandowski speelt niet meer in de Champions League, dus dat wordt moeilijk. Ja, maar moeilijk, ik zeg maar wat, hè. Ik bedoel, maakt niet uit, hè. Noem dan een andere naam, hè. Kai Havertz. Ja, dat gaat het helemaal worden. Chelsea met hun vele goals die ze maken dit jaar. Sorry, Leroy. Nee, maar er is altijd wel een andere die het kan halen. En ik denk dat er andere mensen nog meer wedstrijden gaan hebben. Dus ik denk dat iemand anders het gaat halen. Oké, okay. En daarom, kom, helemaal eens. Double down. Ja. Oké, okay, dan. Hugo Kuipers is even belangrijk voor Gent als Gift Orban. Oef. Dat vind ik een hele moeilijke. Ik ga naar hier. Even belangrijk, hè? Ik ga naar daar. Ja. Mm. Ik ben echt aan het twijfelen om tussen eens en oneens, gewoon omdat ik... Omdat Orban... Voordat ik het ergens zet, omdat Orban uit zichzelf ook wel iets... kan creëren. Niet Viktor Orban, hè? Ik weet het. Oké. Okay. Sommige mensen hebben die naam al verkeerd gezegd. Klopt helemaal. Maar de gift, hè? De gift. Is die even belangrijk? Ja, misschien wel even belangrijk. Ja, ik volg u. Ik volg u, Tim. Soms mogen we het ook eens eens zijn. Soms is dat oké. Okay. Ik denk niet dat Orban... op dat niveau is, zoals de top van Lionel Messi of Cristiano Ronaldo, die als er 9 zijn die slecht spelen en 1 die daarbij is en dan op zijn eentje alles beslist. Uh-huh. Op dat niveau staat hij niet. En ik vind Kuipers, die werkt zo hard, die loopt zoveel, die is goed in de lucht, vind ik ook. En ik denk dat hij erbij moet zijn. Doe me een beetje denken aan... in bepaalde mate, ja. Radzinski, Koller. Waarom waren die alle twee goed? Ja, omdat de ene bepaalde loopacties doet en de andere kopacties doet of bal bijhoudt of weet ik veel. Hmm. Die nuttig zijn voor de andere. Zonder het werk van Kuipers zou Orban bepaalde dingen niet... Minder, denk ik. Ja, minder goed kunnen doen, ja. Of minder kansen krijgen die hij nu wel krijgt, denk door de dingen die Kuipers doet. En het is ook gemakkelijk om te kijken naar de statistieken. En natuurlijk zeg je dan, ja, Orban is belangrijker dan Kuipers de laatste 2 maanden. Oh, het is indrukwekkend wat die gast gedaan heeft. Maar dat zijn ook maar gewoon... Ja. Er is zoveel meer dan die statistieken, dan goals en assists. Er zit zoveel meer in. En als je effectief let op wat Kuipers doet, het is niet altijd even mooi, hè, om te zien. Het is niet altijd even spectaculair, maar het is zo belangrijk voor die ploeg. Het is zo nuttig voor dat team. En waarom ik even twijfelde, is omdat Orban wel de kwaliteit heeft om ook los van Kuipers of los van wie daar ook rond hem staat, zelf iets te creëren. Dat zit daar wel in. Niet op het... Die vergelijking die jij daarnet aanhaalt, dat snap ik helemaal. Op een lager niveau dan niet wat een Messi bijvoorbeeld bij Barcelona vroeger deed, op een veel hogere schaal, ja, natuurlijk. Maar hij heeft dat wel in zich dat hij op zijn eentje een match kan beslissen of in een bepaalde plooi kan leggen. Geloof ik, absoluut. Maar zonder het werk van Kuipers zou die impact veel, veel minder groot zijn. Denk het ook. Ja, helemaal mee eens. Mooi. Ho, ho, ho. Dat is toch. Feest. Verbrugge is de belangrijkste speler voor dit Anderlecht in Europa. Dan kom je eerst al bij de discussie uit, denk ik. Kan een keeper de belangrijkste speler van een ploeg zijn? Ik ga naar daar. Maar ik wil meegaan. Ik ga naar daar. Ik blijf op eens. Jij gaat daar helemaal eens, ik blijf op eens. Ja. Ik denk aan... we hebben daar straks nog over de geweldige campagne in de Champions League van Club Brugge gehad. En ik moet zeggen, Simon Mignolet, in die campagne,
dankzij hem heeft Club Brugge die campagne kunnen maken. Ik vind trouwens, volledig. Even om het te verduidelijken, ik vind dat de keeper effectief de belangrijkste speler kan zijn van een ploeg. Ik vind dat wel. Het moet niet per se een veldspeler zijn. Nee, nee. Ik vind op een bepaald, in een bepaalde periode vond ik Courtois de beste man van Real Madrid. Absoluut. Benzema is natuurlijk wel degene die de golen maakt. En Modric is goed en Kroos is goed en weet ik veel. Allemaal goed, maar ik vond Courtois de beslissende factor in die ploeg. Ik vond dat Courtois dat jaar dat Benzema heeft gekregen de gouden bal had moeten krijgen. Nou, dat is bijvoorbeeld. Dat is maar bijvoorbeeld, zo belangrijk, ik vond dat, ja. Maar ik vind ook voor Brugge de manier waarop dat hij staat te keepen, die penaltyreeks, er zelf dan nog een naar binnen getrapt. En dan tegen Villarreal, net hetzelfde. Hij pakt... stel dat daar een doelpunt valt in een van die acties, dan is die campagne misschien naar de knoppen. Hè? En wat hij uitstraalt ook, en dat is heel belangrijk. Hè. Een keeper kan een ploeg een bepaalde vorm van vertrouwen geven dat er daarvoor niet was. En daarmee wil ik niet zeggen dat Van Kronbrugge geen goede keeper is of was. Hè. Totaal niet, want Van Kronbrugge is een steengoede keeper. Maar ik heb toch het gevoel dat door Verbrugge in de goal te zetten en doordat die daar staat, dat de 10 mannen daarvoor bijvoorbeeld 5% meer vertrouwen hebben gekregen. Dat afstraalt op de rest van het team. Dat is het gevoel dat ik krijg, zeker als ik in Europa naar Anderlecht keek. Ze wisten, okay, we hebben die gast tussen de palen staan. Dat zorgt voor een bepaalde rust binnen die ploeg. Dat is het gevoel dat ik daarbij krijg. Een vertrouwen vooral, hè? Ja, dat bedoel dus, ik. Dus wie er ook op ons afkomt, we hebben nog altijd de ene staan die alles kan tegenhouden. Ja, exact. En dat had ik ook met Simon Mignolet bij Club Brugge. En dan heb ik bij andere clubs ook dat gevoel van, ja, als ze een steek laten vallen, er is altijd nog wel een doelman. Er is nog een vangnet achteraan, letterlijk en figuurlijk, die ervoor kan zorgen dat dat foutje, dat steekje dat we laten vallen, dat dat opgevangen wordt. En zeker in Europa, dan heb ik het gevoel dat dat bij Anderlecht, dat dat door Verbrugge nog wat extra groter wordt. Dus ergens zitten we zitten wel aan dezelfde kant. We zitten op dezelfde lijn. Okay. Over dezelfde lijn. Ja. De afschaffing van de away goal rule was de juiste beslissing. Simpel. Dat vind ik een heel makkelijk. Ik ga een klein beetje naar hier komen. Waarom? Als je dat niet erg vindt. Tim, ik ga naar helemaal eens, jij gaat naar eens. Ja, omdat ik in het begin dacht, absoluut. En dan daarna heb ik een heel aantal voorbeelden gezien waarbij dat het niet meer het geval was. Vertel. Er is nog altijd een gelijke stand mogelijk. Waarbij, want dat was eigenlijk, denk ik toch, de hoofdreden om het te doen, is om die tweede wedstrijd aantrekkelijker te maken en aanvallender. En ook als het verlengingen zijn. Vooral dat. Dus die verlengingen kunnen we dan vermijden door... Maar eigenlijk ga je meer verlenging krijgen. Hè? Want nu is 1-1 en 2-2, je krijgt verlengingen. Vroeger was het alleen 1-1 en 1-1, dan kreeg je verlengingen. Dus je krijgt meer verlengingen. Dus de wedstrijden worden meer gerokken. Maar die verlengingen worden net interessanter. Als een uitploeg dan scoorde in die verlenging, dan was het gedaan. Of quasi gedaan. Nu net niet. Als je een tegengoal krijgt, als thuisploeg, in de verlenging van de terugmatch, dan besef je, okay, één keer scoren en we doen weer mee. Er is zo, het is. Ik moet ineens denken aan SK Beveren in de jaren 80. Omdat die tijdens de verlengingen, die hadden 1-0 verloren in Göteborg. En die speelden de terugmatch en het was ook 1-0, dus het was verlengingen. En Göteborg scoort 1-1. En Beveren scoort opnieuw 2-1. Dus ze denken 2-1 hier. Maar die dachten, dat doelpunt is in de verlengingen gemaakt, dus dat telt niet meer dubbel. Dus die zijn de bal beginnen rondspelen. Nee. En die dachten van, ja, het worden penalties, want het staat gelijk. Maar dat was dus niet het geval. Hoezo dachten jullie dat het in de verlenging dan niet dubbel telde? Omdat, ja, er blijkbaar in de oude tijd was het dan blijkbaar niet waar. Dus dat was alleen na 90 minuten dat die stand gelijk was. Dan ging de verlenging en dan telde dat uitdoelpunt niet meer, zogezegd, dubbel. Dat was eigenlijk hun manier van denken. Dus de coach die op dat moment, de legendarische Rick Pauwels, die toen op de bank zat bij Beveren, die zei, jongens, rustig, we gaan naar penalty. Dat is keierig. Dat is keierig. Dat is erg, hè? Ja. Oh, garme. Garme die spelers. Ik moest daar ineens aan denken. Dat is wel mooi. Dat is mooi. Maar nee, ik ben het er helemaal mee eens dat het wel beter is, trouwens. Die verlenging alleen al, dat is voor mij al een heel groot pluspunt. Je weet dat je nog
kans maakt als thuisploeg. En als kijker besef je, het is hier nog niet gedaan. Terwijl als je vaak keek en de uitploeg scoorde in de verlenging, dan wist je ook als kijker, van nu 25 minuten of 20 minuten moeten kijken naar een match die eigenlijk zo goed als voorbij is. Ja. Dat was te vaak het geval. En het is sportief gezien ook gewoon eerlijker. Want laten we eerlijk zijn. Ja, de beste ploeg gaat door, ja, eigenlijk. Ja, absoluut. Het is ja, veel objectiever. Daarvoor sta ik ook eens. De uitploeg krijgt ineens een extra voordeel. Waarom? Ja, ik vind ook het gegeven voor de terugmatch. Stel dat je de thuisploeg, ik zeg maar wat, verloren heeft in de heenmatch. Met 0-2. Dan ging je vroeger naar de terugmatch. Het is eigenlijk voorbij, want 0-2 gaan winnen. Moeilijk. Of 1-3 of 2-3. Die psychologie is veranderd. Nu, je wint uit met 0-1. Dat kan even goed op een diefje zijn. Ja, dan is die 2-3 plots uitgewist. Je moet er geen 2 maken om er voorbij te gaan. Die grens lijkt verlegd te zijn naar beneden. En, zoals dat je ook zegt, het is zo dat je de beste ploeg in principe over 2 matchen, degene die het meest gescoord heeft, dus degene die het verdient om te winnen, gaat door. Zo moet het eigenlijk ook. Eigenlijk is het vandaar eens. Oké, okay, mooi. Alle drie de Europese competities krijgen een Engelse winnaar. Oeh. Nee. Ik ga ook naar oneens. Nee. Maar niet naar kinderen. Nee, omdat het kan. Het kan nog. Dus helemaal oneens zou een beetje te ignorant zijn. Ik ben even aan het afgaan wie ik denk dat de Champions League gaat winnen, bijvoorbeeld. Ja. Het kan Man City zijn, maar ik heb nog altijd een voorgevoel, Tuchel bij Bayern, ik weet niet waarom, dat gaat iets... Tuchel bij Bayern? Ja. Die hebben net verloren van Freiburg. Ja, dat weet ik, maar de Duitse beker is iets anders dan de Champions League. Hè? Ik zie nog wel wat Chelsea-magie terug bovenhalen van in het eerste jaar bij Chelsea, toen ze de Champions League ook gewonnen hebben. In de Europa League, Man United, overgrote favoriet. I know. Ik zie Juve daar ook nog wel iets doen eigenlijk. Ook al is Juve dit seizoen niet overtuigend. Ik schrijf die niet af om de Europa League te winnen. Ik zie Man United trouwens ook... Ik zou er ook niet van schrikken als die eruit liggen in de kwartfinales nu. In de Europa League. Tegen Sevilla. Tegen Sevilla. Ja, Sevilla is... Sevilla is niet goed, maar het is en blijft Sevilla in de Europa League. Ja. En dat is ook weer zo'n onnozel idee fix, I know. Maar ik zou daar als United supporter schrik voor hebben. Betis is veel beter en die hebben ze in de vorige ronde echt wel over de knie gelegd. De vingers in de neus afgemaakt. Op één helft na. Ja. Allee, en, want ik heb al de terugmatch ook gedaan. Nee. Dus om dan de mindere van de stad nog eens tegen te komen in de volgende ronde. Maar dat is het mooie aan Europees voetbal. Hè? Ik vind dat ook het mooie eraan. Ja, dat je net die verrassingen daarin krijgt. Bayern tegen Freiburg eruit in de beker, in de pokaal. Dat is ook niet wat je op voorhand zou hebben durven zeggen. Hè? Ik had daar geen geld op gezet. Nee, exact. Dus dat vind ik net het mooie eraan. En Conference League, gaat West Ham dat pakken? Ah, wel nee. Daarom sta ik hier. Puur door West Ham? Ja. Wie gaat het dan daar wel pakken? Ik heb Man City en Man United. En ik ga West Ham eruit tegen Gent. Oké, dat is mooi. En dan schiet er niks meer over. Dan schiet er inderdaad niks meer over. Ik denk nog, ik weet niet zeker dat er wel een Engelse ploeg is die de Champions League gaat winnen. Daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur steken. Ik hoop het voor de Bruinen. Ja. Maar ik denk, er is daar te veel concurrentie nog. Ik zie City opnieuw kraken, is te veel gezegd, maar het net niet halen. En het West Ham gegeven, ik zie West Ham het wel pakken in de Conference League. Dus bij mij gaat het meer over de Champions League, dat ik op oneens zet. Okay. Ik denk dat het daar geen Engelse ploeg gaat worden. Ja, kom, zeg nu ineens maar wie dan. Hè? Bayern. Bayern. Bayern wint de Champions League. Bayern wint de Champions League. Ja. Kan snel kapot gemaakt worden, die stelling. Over 2 weken ongeveer. De Conference League is een meerwaarde voor het Belgisch voetbal. Oh. De Conference League is een meerwaarde, ja. Canada. Ik vind dat een hele dubbele. Dat blijft aan staan. Hè. Nee, want ik... 4, 3,
kom. Twee. Ik één. Volg. Ja, dan hang ik naar daar, hè. Ik ga het toch niet eindigen met dat we het eens zijn. Ja, we zijn het eens. Jij gaat daar helemaal eens. Ja, ik ga daar eens. Zijn we het niet volledig eens. Waarom is het wel een meerwaarde? Waarom is het een zo grote meerwaarde? Omdat je ziet dat in dat Europees... Het zat tot hier. We kwamen er niet meer aan te pas. En dat wordt erger. Dat is een soort van cascade. Want je gaat minder clubs in die Europa League krijgen of in de Champions League. Je gaat sneller uitgeschakeld worden, enzovoort, enzovoort. Dus die extra kans dat je nu hebt in een beker die er nog net onder is, dat is het niveau. Waarom staan er twee ploegen van België in de kwartfinales? Dat is omdat het niveau net een beetje lager is. En dan nog kunnen goede tegenstanders tegenkomen, gelijk Villarreal, gelijk Basaksehir. Dus wat dat betreft is dat niveau beter voor de Belgische clubs. Je mocht niet vergeten, iedereen spreekt nog altijd over KV Mechelen, dat de beker won, de Europa Cup, dat de Antwerp de finale speelde op Wembley. Sorry, maar heb je ooit al eens naar die parcours gaan kijken, ja, in die bekers? Dat was de beker der bekerwinnaars toen, die waren nog apart. Je moest 4 matchen winnen en je zat in de finale, bij wijze van spreken. Je kwam tegenstanders tegen die de beker toevallig gewonnen hadden in Oostenrijk, dan die van Georgië. Dan kwam de toevallig tegen een deftige uit die ook per ongeluk zijn beker had gewonnen in Italië en je zat in de finale. En ja, dan kan alles gebeuren. Maar dan kan Pietje de Boer met zijn kop... Maar het is wel een Europese finale. En ze hebben hem nog gewonnen ook. Ja. Antwerpen, oké, die zijn dan tegen Parma uitgekomen, maar ze hebben wel de Europese finale gespeeld. Om dan nu te zeggen, het niveau van de Conference League is te laag en dit en dat, niet mee eens, want dat niveau was vroeger ook in die derde beker niet zo briljant goed, hoor. En je merkt dat je nu op dat wat minder niveau... Dat succes, dat Europees succes, en je merkt dat aan jezelf, je wordt enthousiast. Omdat er Belgische ploegen meedoen. Oh, zo halen de kwartfinale. Weer een deftige tegenstander. Oei, ja, tegen Villarreal, dat gaan we niet halen. Als het Sheriff Tiraspol tegen Lech Poznan zou zijn, ja, dan kijken we niet. Of ook. Met veel minder interesse dan als het AA Gent tegen Lech Poznan zou zijn, ja, maar bijvoorbeeld. Vanaf kwartfinale, halve finale, dan zijn er toch altijd wel de deftige ploegen die erbij zijn. Hè? Maar heb je nu ook gemerkt. Hè? Ja, maar wat jij zegt, dat zijn de redenen waarom ik ook naar Eens ben gegaan. Exact die redenen. De enige reden waarom ik twijfelde is omdat het nog altijd niet leeft. Als je kijkt naar hoe de fanbeleving is, de mensen, het interesseert de mensen nog niet hard genoeg. Als je kijkt naar de thuismatch van AA Gent... Ja, dan is ja, daar... In de groepsfase bedoel je? Of? Onder andere, ja. Maar het is toch niet... Heb jij het gevoel van, oké, ja, achtste finale Conference League. Ja, de supporters zijn daar, staan daar zo achter. Nee, dat interesseert de mensen nog altijd niet zoals het misschien zou moeten. En ik snap het, het parcours is niet altijd interessant genoeg. Dat zal daar ook een rol in spelen. De ploegen in de poules zijn een beetje te klein daarvoor. Kijk, exact. En dat kan ook wel een probleem zijn, hè. Want je gaat niet altijd die groepsfase zo gemakkelijk overleven. Je gaat niet altijd in de kwartfinale staan, ook al is het maar de Conference League. Dat gaat niet elk jaar het geval zijn. Dus dan ga je ook die groepsmatchen blijven hebben, waarin er amper volk komt opdagen, waarin er veel te weinig supporters komen zien. En dat je dan kijkt naar een match van, oei, dit is wel Europees voetbal. Dit is waar je een heel seizoen in eigen competitie voor strijdt, ja, om te kunnen halen. Maar dan heb je het gehaald en dan boeit het de mensen ineens veel minder. Dat blijf ik altijd een heel bizar gegeven vinden, dat zo veel minder belang heeft dan. En ik weet het, de tegenstanders in de groepsfase van de Conference League zijn soms al aan te huilen. Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Dus ik snap waarom, hè. Maar dat vermindert de waarde van die competitie ook wel ergens. Of ben je het daar niet mee eens? Nee, omdat ik zeg het, ik blijf het herhalen. De ploegen vroeger speelden in die legendarische Antwerp... Weg richting Wembley. Daar hebben die ook Admira Wakir-Wien moeten uitschakelen. En wie was het nog allemaal? Ja, Spartak Moskou in de halve finale. Steaua Boekarest. Ik bedoel, die zitten ook allemaal... Dat is Conference League niveau, hè? Meer niet. Spartak Moskou mag zelfs niet doen. Nee, maar dat maakt het inderdaad... Het mooie eraan is net dat we een kans hebben op een Belgische
Europese bekerwinnaar. Dat is wat het mooi maakt. Dat is waarom het een grote waarde heeft, een overgrote waarde heeft voor de Belgische competitie, waarom het die ook beter en interessanter en sterker maakt. En, daar ben ik het helemaal mee eens, voilà. Dat je die kans maakt. Maar die beleving is voor mij ook wel belangrijk. Maar die beleving is er op het einde, toch? Ja, op het einde, maar je hebt toch geen garantie dat je altijd dat einde gaat halen? De kans is groter dat je het haalt. De kans is groter. Ja. Maar misschien dat het belang moet dan misschien nog wat meer opgeklopt worden voor die teams. Ook al spelen tegen Janneke en Mieke. Ja, maar ik vermoed dat Manchester City in de poelenfase tegen Victoria Pilsen, dat gaat ook niet vol zitten. Dat is waar. Dat is Champions League, hè? Dus je zult altijd wel een aantal anomalieën krijgen in die vroege rondes, in die poelenfases. Dus ieder op zijn niveau. En het probleem is natuurlijk ook, we hebben allebei veel Europa League en Conference League matchen gezien. Het is niet altijd mooi. Nee, de Conference League is soms echt om van te blijten. Dat is echt soms een klein drama. Maar dan nog blijft spanning in zitten. En je vergeet dat ook. Op het einde, stel je voor dat Agent of Anderlecht de Conference League wint. Ja. Dan zet jij een tattoo. Dan ben je het helemaal vergeten. Dan ben je het helemaal vergeten. Hè? Dan ben je die lelijke match, die slechte match, ook volledig vergeten. Want dan denk je gewoon aan, we hebben het gewonnen. En dan wordt er een bepaalde mythe gebouwd. En Wembley is daar het mooiste voorbeeld van, inderdaad. Dat is zo mythisch voor Antwerp, voor die club, voor die supporters. We zijn wel naar Wembley gegaan. We hebben daar Europese finale gespeeld. En hoe dat gegaan is, over 30 jaar maakt het eigenlijk niks meer uit. Nee, voilà. Dus ik ben het eens. Dus eigenlijk zal je naar Ginder moeten. Hè? Nee, ik ga gewoon blijven staan. Ja, het is gewoon blijven staan. Ja. Je hebt het zelf gezegd. Het zou heel saai zijn, moesten we op dezelfde lijn eindigen. Het zou saai zijn. Ik wil wel die tattoo zien van de Conference League. Ja. Ik ga de tonen van dat liedje gewoon laten zitten of zo. Alle noten. José had dat gedaan. Ja. Oké, dan gaan wij... Tim, bedankt. Het was plezant. Oei, het is mijn rechts aan het Nee, zei het. Voor u sta ik recht.